Let's blow that trumpet until you hear from me. There ain't no grave gonna hold my body down in no grave. Gonna hold my body down when you hear that trumpet sound. You're gonna get up out the ground in no grave. Gonna hold my body down. Gone down to the Red Jordan. I put my knees down in the sand. I will holler, hot Hosanna. I'll make it to the promised land. There ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down when you hear that trumpet sound. You're gonna get up out the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Girl, meet me, Jesus, meet me. Now meet me in the middle of the air. And if my wings should fail me, Lord, then meet me with another pair. There ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down when you hear that trumpet sound. You're gonna get up off the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Ziet, dan gaat ze er gelijk op. Ja, het feit is dat ze er straks volledig had mispakt. Want we weten dat het mannetjesjachtluipaard zich gewoon met urine op die manier zijn terrein had afbakenen. Maar had zich daar volledig aan die piscine in feite, die heren toiletten daar op gaan focussen. Maar ja, bedoel, de geur is er wel, maar de mannetjes niet meer. En dan merk je inderdaad de ontgoocheling bij het team jachtluipaard van ja, die pak ik dan ook niet. Laat die maar gaan. Zo'n vlees laat ik makkelijk zitten. En ze heeft vlees voor ogen. Ze heeft een vlees voor ogen. Ze gaat ervoor. Ze gaat ervoor. Team jachtluip. En hoppa! Hoppa, het is gebeurd inderdaad. En dan heeft ze daar een slachtoffer gevonden waar ze nu ja, heel rare dingen mee aan het doen is. Dit is Radio Mano. Interessant gegeven dat alle kinderen nu richting papa en mama gaan met de vraag van wat heeft mevrouw jachtluipaard daar straks? Ze voor naar Misty Fields trokken, zo van moet je dat nu echt mee, want weet je zeker dat dan niet vervelend wordt. En dan zegt dokter Lief, ja, hij moet mee, die rugzak die moet mee, en dan weet je wat er van komt. Vroeg of laat komen ze, dan bij je toe die koters, en dan zeggen ze, ik wil dat rugzakje helemaal niet meer dragen. En dan moet je als vader je verantwoordelijkheid opnemen, en dat heeft hij gedaan. En zoiets verdient een applaus. Jawel, handjes op elkaar inderdaad, dan ga je als papa gigantisch af met zo'n belachelijke rugzak, maar hij doet het wel. Je doet het voor je dochter, verdorie.